wat mij opviel is dat die groep, de groep toch redelijk vaak bij elkaar bleef wandelen. Hoe kan dat? Is dat altijd zo op een wandelreis? Of? Nou, ik heb een andere reis dat we anders meegemaakt. Maar het tempo van de mensen lag nu redelijk dicht bij elkaar. Dus dan is het niet vervelend om op elkaar te wachten. Dan kan het goed. Dan wandelt het ook heel erg prettig. En dat is eigenlijk gewoon een beetje toeval, zeg maar, dat iedereen een beetje hetzelfde tempo had. Nou ja, op zich zat ik ook in de reisbeschrijving. Dus ik vond dat de meeste mensen hadden toch gewoon goed naar gekeken. Ja. Dus het is natuurlijk niet helemaal toeval, maar het was wel heel erg reis dat we echt hetzelfde tempo gelopen werd. Ja. En je wacht natuurlijk ook af en toe op elkaar, dus dan als het uit elkaar valt dan... Was het storend dat je moest wachten op een ander of juist lekker? Of, ja, ik vond het ook best lekker. Oké.